En zet hem neer. Mijn biografie? Allee. Mijn biografie, hè? Ik Schalks Ruiter, hè? Ah, ja. Een keer een fragmentje voorlezen anders. Dat mag niet zo. Ja, dat is een keer zo wat grappige anekdote dat ik eens een keer meegemaakt heb. Hè. Ah. Nog een schone. Die ochtend had ik een boterham met choco en een boterham met confituur. Ik ben altijd al een zoetebek geweest. Ik had daarna nog een croissant en een chocoladekoek. Een boterham met paarden gerookt, een boterham met smeerkaas. Daarna had ik nog een boterham met kalfsworst. Ik had ook nog een boterham met een eitje, zo zacht gekookt, dat eet ik wel graag. En ik had nog een boterham met préparé. Daarna nog een boterham met filet de saks en een boterham met paardenvlees. Maar zonder zout, hè? Ik ga dat geren. Daarna had ik nog een boterham met choco en nog een boterham met confituur. Want zoals ik al zei, ik ben altijd een zoetebek geweest. Ik had daarna nog een croissant. Ik had daarna nog een koek met van die ingebakken pudding. Daarna had ik nog een koek met van die Franse pan in. En een boterham alweer met paarden gerookt. En een boterham met smeerkaas. En daarna nog een boterham met préparé. En daarna nog een boterham met choco. En om af te sluiten had ik nog een boterham met paarden gerookt. Een boterham met kalkoenfilet. Een boterham met magere kaas. En dan ook nog een boterham met smeerkaas. En daarna natuurlijk, niet te vergeten, een boterham met hagelslag. Een boterham met filet de saks. Ja, dat is goed. Dat is goed.